De klassieker in de tweede divisie tussen Haarlem en Amsterdam. Koninklijke HFC tegen AFC. En de uitploeg begint furieus aan het duel na een half uur spelen. Goede voorzet van Van den Houten. En Matthijs Jessen maakt zijn 7e van het seizoen. Schitterend doelpunt. En de ploeg die al 4 duels op rij niet verloor, maakt nu ook de eerste treffer van deze wedstrijd. Goed ingeschoten. En 0-1 voor de Amsterdammers. En de ploeg van André Wetzel blijft ook de beste in de eerste helft. Hier moet Hoek eigenlijk de voorzet van Grootfaam inglijden. Maar dat verzuimt hij. En dus blijft het bij rust bij 0-1. En moet Ted Verdonkschot wat doen na rust? En wisselt hij maar liefst 3 keer in 1 keer. Verre ingooi. Boer kopt goed door. En de goal meteen. Het is de tweede helft die net is begonnen. En het is Sterling die raak schiet. En dus heeft het wisselbeleid van Ted Verdonkschot zin. Sterling maakt het toch wel heel knap af vanuit de lucht. 1-1 al heel snel in de tweede helft. Noordmans, een andere invaller, krijgt de bal terug. Goed meegegeven op nog een invaller, Eindhoven. Jansen legt hem neer en de penalty voor HFC. Ja, Jansen kan zijn ogen en zijn oren niet geloven. En Eindhoven wordt geknuffeld, want hij weet deze penalty toch te versieren. Een lichte overtreding, maar genoeg dus voor een strafschop. En de coach van volgend jaar, Gert-Jan Tameris, achter de bal. En die maakt dat feilloos af. 2-1. Ook zijn 7e van het seizoen. Gert-Jan Tameris. Een HFC. Het contrast kan niet groter met de eerste helft. Dit is ook een goede bal op Van Soest. Nog een invaller en die maakt er 3-1 van. Gouden wissels zijn het van Ted Verdonkschot deze middag. En Van Soest maakt er 3-1 van. Het is Tameris met een beetje een roekeloos balletje. Maar het is toch eigenlijk heel bekeken. Want Van Soest krijgt hem op de borst en kan hem maken. En zo komt er een eind aan de reeks van AFC. En gaat de reeks van HFC door.